Yes, ik ben hier met Ertuğrul Bayrak. Hoe voel je, man? Zin om weer de ring in te stappen? Ja, zeker. Ik voel me goed. Zeker zin in om weer de ring in te stappen na 2,5 jaar volgens mij. Dus excited, man. Ja, man, dat is inderdaad heel excited, man. Het is wel zoals je zegt, het is een tijdje eruit geweest. Hoe belangrijk is wedstrijdritme eigenlijk voor je? En denk je dat je daarin, in deze partij, dat misschien in nadelen voor jou kan werken? Het zal niet in mijn nadeel werken, maar het gevoel dat het weer voor het eerst is dat je de ring in gaat en zo, dat zal wel spelen. Maar dat ga ik alleen maar in mijn voordeel gebruiken. Ja, man, dat is top. En just, als je de, zeg maar, de, ik noem je bij achternaam, is makkelijker voor mij. Als je de Bayrak in 2019 zou zien op dit moment en vergelijken met jou nu op dit moment, waar zit het verschil in qua vechter? Mindset. Ja, dat was het eigenlijk. Mindset. Vredig mindset. En is dat dan meer een soort winners mindset of hoe is dat veranderd? Nou, er zijn wat dingen gebeurd de afgelopen paar jaar. Volgens mij voor de hele wereld was het niet heel makkelijk. En voor mij persoonlijk ook niet echt. Dus dat bouwt jezelf. Ik heb mezelf moeten herbouwen. En vandaag sta ik er weer. En 19 maart ook. Mooi om te horen. Ja, je moet het opnemen tegen Serkan. Hij vecht bij SB Gym, vanuit SB Gym. Je hebt daar ook getraind. Denk je dat dat een klein strategisch voordeel zou kunnen hebben? Of ben je een compleet andere vechter nu dan dat je toen was? Nee, ik ben niet per se een compleet andere vechter. Maar ik denk niet dat het een voordeel voor hen is. Nee, ik denk het niet. Oké, okay, en als je nu kijkt naar de partij die je voor je hebt. In welke ronde denk je dat deze partij gaat eindigen? Als die gaat eindigen voortijdig, dan is het een derde. En weet je, nou ja, natuurlijk ga je niet je gameplan vertellen. Dus dat ga ik je besparen op welke manier. Maar je gaat er natuurlijk vanuit dat je met je hand omhoog de ring verlaat. Yes, sir. Yes. En als je deze partij wint, wat is er meer in jouw vooruitzicht? Laat zeggen, hoeveel partijen heb je nog staan waarvan je denkt van, hey, ik kan weer richting de title shot? Want je bent de nummer 1 contender op dit moment. Dus denk je dat er een title shot de volgende stap is? Misschien niet de directe volgende stap. Ik wil wel wat wedstrijdritme opbouwen. En langzaam richting Wisse weer werken, waar ik al een keertje van heb gewonnen. En het weer overdoen en dit keer voor de titel. Netjes, man. Als we kijken naar de hoofdpartij. Dat is natuurlijk een Jamal Ben Sadiq tegen Levi Riggers. En daarvoor heb je natuurlijk co-main event Badr tegen Vrosjek. En kan je misschien een voorspelling doen op die partijen? Laten we beginnen met Ben Sadiq tegen Riggers. Nou, Riggers kan wel eens voor een hele leuke verrassing zorgen. Als hij de eerste twee rondes gewoon volhoudt en het wint op zijn conditie. En wat betreft Badr gaat hem gewoon winnen. Hoe gaat Badr hem winnen? Dit keer gaat hij hem knock-out slaan en gaat die jongen niet meer opstaan. Succes 19 en ik hoop daarvoor nog even te spreken, man. Dankjewel, man. Dankjewel. Thanks, bro. Geen probleem.